De Europese economie herstelt in een rotvaart. Ja, mensen, het aantal besmettingen is aan het dalen, de vaccinatiegraad stijgt. En daardoor kan ik hier gewoon zitten op de Antwerpse Groenplaats met een biertje. Het gaat echt heel erg goed met de Europese economie. Ik ga zo meteen uitleggen hoe goed het gaat en wat er precies aan de hand is en hoe je ervan kan profiteren. Maar eerst wil ik even zeggen, als je het laatste nieuws wil horen over crypto, aandelen of economie, abonneer dan op mijn YouTube kanaal Boel, Bear en Bas. Druk op het belletje en dan krijg je een update zodra de nieuwe vlog online staat. Ja, dus die Europese economie, wat is daar aan de hand? Nou, als we even kijken naar de PMI van deze maand, dat is een graadmeter voor de Europese economische activiteit, dan zien we dat die boven de 50 uitkomt. Dat wil zeggen dat er sprake is van groei. En hij komt niet een beetje boven de 50 uit, nee, hij komt op 57 punten bijna uit. En dat laat echt zien dat er een fors herstel gaande is. Ook JP Morgan gaat er vanuit dat in 2021 de Europese economie met 4,9% stijgt. En in het zomerkwartaal, dan zou er zelfs sprake zijn van een groei op jaarbasis van 15%. Dat die heropeningsboom zo groot is, dat is eigenlijk niet helemaal verwonderlijk. Want ja, natuurlijk zijn we aan het heropenen, dus dat zorgt automatisch voor meer groei. Maar er is ook een heleboel stimulus, want ja, de overheden hebben heel veel schulden aangegaan. En dat betekent automatisch dat de particulieren en bedrijven gezamenlijk meer vermogen hebben kunnen opbouwen. We zien ook dat het besteedbaar inkomen behoorlijk op peil is gebleven. Dat blijkt uit een grafiekje van een onderzoek van Credit Suisse. Dat zie je hier dus. Ziet daar zo'n veld met van die streepjes er doorheen. Dat laat zien dat de aanvulling die de overheid heeft gegeven aan mensen. En dus overheden hebben ervoor gezorgd dat het besteedbaar inkomen op peil bleef van mensen door uitkeringen en dergelijke. Waardoor de economie gewoon nu heel hard kan gaan herstellen. Nou, die consumenten staan dus klaar om te gaan besteden. Dat blijkt ook uit enquêtes, want ze zeggen onder andere dat ze meer geld in hun huis willen steken en andere grote uitgaven willen doen. Daarnaast zien we ook dat actuele economische data ook op herstel wijzen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het liftgebruik bij publieke gebouwen flink aan het stijgen is op dit moment. Nou, dan heeft Credit Suisse ook nog een aantal aandelentips om dus vol te kunnen profiteren van die Europese heropeningsboom. Ze geven eigenlijk drie aandelen. Ze geven ING, Heineken en EasyJet. Nou, dat zijn alle drie bedrijven die natuurlijk heel erg conjunctuurgevoelig zijn. Zeker Heineken gaat heel erg profiteren waarschijnlijk van die terrasjesboom. Dat denken zij. Ook de andere bedrijven zijn heel erg conjunctuurgevoelig en die kunnen dus vol profiteren van die heropeningsboom. Oké, dit was hem weer. Vind je het filmpje leuk of interessant? Vergeet het dan niet te liken en te delen met je vrienden en familie. Doei!